Van Persie met de bal terug naar Berghuis. Berghuis weer naar Van Persie. Van Persie! Wat een schitterende, wat een heerlijke klasse! Robin Van Persie! Oh. Wat een klasse truit hier vanaf, hè? Berghuis, Jurgensen vraagt weer, randje 16. Hij moet eigenlijk in de punt staan. Wat moeilijke bal, zit Justin, geeft wel voor Van Persie! Ja! 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 Robin Van Persie! Die kopt de bal binnen op de voorzet van Jeremiah Sint Justen. En daar is dan toch het moment. Robin van Persie, hij heeft al in zijn hoofd zitten nu wat hij gaat doen. Hoe die bal gaat binnenploffen, hoe die over die muur heen gaat. Maar gebeurt het ook daadwerkelijk? Nog 3 minuten, Van Persie, vrije trap. Ja! Hij doet het gewoon! Robin van Persie, kiezelhard, fantastisch zeg! Die vastberadenheid, man, hij wist het gewoon! Ik ga dit doen, ik ga dit flikken, ik ga die Kuip gek maken! 2-1, wat een wereldgoal van Persie! Berghuis, ga maar naar binnen dan, hij wilde 1-2 met Jurgensen, krijgt 1-2! Ja, kom op, de goal! Ja! Yes, yes, yes! Daar komt hij! Larsson tikt hem binnen, naar de prima aanval! Feyenoord heeft wind mee, gaat Larsson daarvan profiteren, de hoekschop is slecht, afvallende bal is wel voor de... Ja, ja! 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 Villena met zijn verkeerde been schiet hij die bal en die bal wordt aangeraakt door een van die PSV'ers en daardoor is Zoet kansloos. Feyenoord 2, PSV 0. En als het zo doorgaat, je hoort die stem van Sinclair Bisschop. Die is aan het eind van deze avond helemaal naar de tyfus, die stem. Wat een avond, man. Bruins naar Mesut, die kan verlengen naar Elias Maromason. Die kan dan nu gaan lopen. Die heeft de bal voor zich en die heeft dan ook het doel voor zich. En is te hopen dat hij nu ook een actie kan gaan maken. En dan gaat hij zijn tegenstander bij. Kan hij gaan schieten, kapt hem terug. Elias Maromason! Wat een wereldgoal van die Elias Maromason, zeg. Komt de bal terecht op de voet. Wat een goal van Jurgen Matthijs dit, zeg. Die bal wordt weggekopt en Martijn neemt hem in één keer uit de lucht. Die denkt niet na. Pats, boom! 2-0 voor Excelsior. Damen op de doellijn. De fluit heeft geklonken. De aanloop is van Darvalou. Damen! Hij pakt hem! Hij pakt hem! Hij pakt hem! Alessandro Damen houdt de strafschop van Darvalou tegen. Lekker is dit, zeg. Fij kan schieten. Fij schiet de bal de kruising in. En Fij schiet de bal weer de kruising in. Zoals hij altijd doet, 1-2 Excelsior. Helemaal niet met de voorzet, helemaal niet met de voorzet. Kopbal! Oh, ja! Ik denk dat hij al binnen was van VV Berghuis. Maar anders geeft Nicolai Jurgensen het laatste zetje. Feyenoord op voorsprong in de 28e minuut. Van Persie gaat richting strafschopgebied van AZ. Het bal krijgt hij terug. Hier is Van Persie. Het stiftje, ja! Ja! Hij doet het gewoon met een stiftje. Villena op de keeper en dan moet Toornstra scoren. En het is geen buitenspel. Het is 3-0 voor Feyenoord. Ingooien mag Sparta wel. Floranus doet dat naar Duarte. Duarte met het schot. Doelpunt. Ja! Diroy Duarte. Floranus die gaat richting het strafgebied van NAC. Geeft die bal maar voor, jongen. Geeft die bal maar voor, jongen. Hij legt hem klaar. Daar kan geschoten worden. Het schot gaat binnen! Stijn Spiering! Thomas Vaar die gaat naar zijn linker. Geeft het balletje mee naar Holst. Gaat schieten. Gaat de voorzet geven. Oh, de goal! Ja, de Sparta dan op een 1-0 voorsprong komt. Een geweldige aanval. Die voor de voeten komt uiteindelijk van Soufiane Anah. En eindelijk daar dan het doelpunt van Sparta. Dit is goed gevoetbald. Gaat Leemans zijn aanloop nemen. En gaat Hoed deze bal gewoon stoppen. Dat gaan we gewoon nu alvast noteren. Leemans met de aanloop. Met zijn linkerbeen trappen. Hoed staat klaar op de doellijn. Leemans met de aanloop. En hij stopt hem. Het is Hoed die hem uit zijn linkerhoek tikt. Bronjo die de actie gaat maken. Speelt Muren in. Nou, die dan daar Vrijde inspeelt. Krijgt Muren hem ook weer terug. Gaat de 16 in. Schiet de keer. Ja! Het is Robert Muren die hem binnen schiet. Ja, heel veel spelers van Sparta. Probeer het nou een keer. Om een keer op die goal te schieten. Naar de zijkant weer. Naar Vrijde. Naar de linkerkant van de 16. Fred Vrijde weer naar zijn rechter. Geeft de voorzet naar de tweede paal. Kramer kan koppen. Terug naar Muren. Ja! Ja! Ja, ja, ja! Robert Muren! Nu Michiel Kramer. Door Verhaar. Stel ik hem nog Kramer! Ja! Michiel Kramer!
met de assist van Thomas Verhaar. Jawel, daar is hij. Hopelijk de bevrijding voor Sparta. Nu dan misschien Muren. Muren de 16 in. Kan hij zijn tegenstander kanon voorbij. Muren, Muren, Muren. Ja! Ja, 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 ja! Knullig verdedigen van ADO. Het zal de 10.000 hier een grote rotzorg zijn. Maar is het Nelom die het nog wel een keer kan gaan proberen? Brengt de bal in. Kan die doorgekopt worden? Nou, blijft hangen op de rand van de 16. Het schot van Fischer. Oh, de goal! Ja! Het is een schot van Sander Fischer die in één keer de bal uit de lucht op zijn voet neemt. En de bal binnenschiet achter Hidde Jurrius. Nu wel wat ruimte voor Verhaar. Die balletje tussen de gang geeft. Is het Muren met de goal? Ja! Het is de goal van Sparta. En het is Robert Muren die de bal binnenwerkt. Na die bal van Thomas Verhaar. Daar zit dan Sparta ertussen. Misschien nu een snelle omschakeling van Sparta. Ja, daar hebben ze ook weer te veel tijd nodig. Spieris moet dan te lang wachten totdat hij wat gaat doen. Wat een gekke bal. Wat doe je nou? Kort Smit, die moet de bal dan gewoon tegenhouden. Een hele rare bal van Spieris. En Kort Smit denkt, dit is een terugspeelbal. Wat moet ik met die bal doen? Die laat hem gewoon het doel ingaan. Die keeper, die moet hem dan toch gewoon pakken. Dan maakt het toch niet uit dat je een vrije trap tegen krijgt. Maar wat doet Kort Smit daar nou? Die staat daar niet op te letten. Als die bal door Spierings van 30 meter richting zijn eigen doel wordt geknald. En zo staat het op de, ja, in de slotfase van dit duel ineens weer gelijk. Terwijl FC Dordrecht helemaal niet gevaarlijk werd, Ruud. Als hij hem pakt, het ergste wat je kan overkomen is een indirecte vrije trap. En zo kijken we naar Dordt-Sparta 1-1. En hier de kans dan. Muren, Muren! En het is 2-1 voor Sparta. 2-1 voor Sparta. Ongelooflijk, wat is dit nou? Feyenoord speelt door nog steeds. Want er is echt ruimte voor een kans nu. Met Berghuis en Jurgensen, prachtige steekbal. Nicola Jurgensen! Ja! Via de binnenkant van de bal! Gaat hij hard binnen! Iedereen viert het feest! En daar wordt de bal van Luc de Jong afgepakt. 3 tegen 3, 2-0, ja! Sam Larsson schiet de bal in de kruising! Omdat Luc de Jong loopt te schitteren en hij schiet hem... Dwars door net 1, Feyenoord 2, PSV 0. Dordt heeft 2 keer gewisseld. Het zijn geen aanvallende wissels, het zijn 2 verdedigende wissels. En dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat de Nooier nogal sommige spelers wat gunt. En net als ik dat zeg is het 1-1. Seintje scoort de 1-1 uit het niets met een bal van Jaffer Arias. Ja, gaan we hier dan het mirakel van Leeuwarden meemaken. Maar het lijkt er een beetje op alsof Dordrecht de handdoek geworpen had. Alsof Dordrecht de witte vlag heeft gehezen. En een heel sneaky ineens toch weer die handdoek heeft opgepakt. Want Dordrecht valt alleen maar aan. Het wacht op de 2-1. Die gaat misschien nu komen. Het schot van Hamer. Die bal moet erin. Hij gaat erin. Het is gewoon 1-2 door Jaffer Arias. Het zit er een beetje aan te komen. Ja, nu pakken ze die bal uit het doel. 2 doelpunten nog. En we spelen nog meer dan een half uur. Gaat het gebeuren? Het wonder van Leeuwarden. Hier een prima bal op Stankov. Die gaat liggen. Is dit een strafschop? Strafschop! Het is een strafschop! Voor Dordrecht. Omdat Stankov op de hakken wordt getikt door Sijvon Wermerskerke. En ik denk dat het er buiten is, maar de scheidsrechter legt hem er binnen. De aanloop van Mamudov is er. Dennis Mamudov scoort! Het is 1 tegen 3. 1 doelpunt nog maar. En dat uitvak met 60, 70 meegereisde Dordt-supporters die er helemaal geen gulden euro... Ja, zij wel, maar die andere mensen niet. Die gaven er echt geen euro meer voor. Maar die 70 Dordt-supporters gaan helemaal uit hun panty. Hier komt T4, hier komt T4 door Mamudov. Dennis Mamudov, nee, het is 1-4. Maar als nu Arias scoort, is Dordrecht door. Gaan we Dordt-Sparta krijgen, hij scoort!